zijn vandaag op bezoek aan de Hogenweg in Hardenberg. En we gaan even praten met iemand van de ijsvereniging. Wat de gevolgen zijn van deze zachte winter voor de ijsvereniging hier aan de Hogenweg in Hardenberg. IJs is er niet te bemerken, alleen maar water. Ik praat even over de situatie met de penningmeester van de stichting, Henk Hutten. Dag Henk. Ja, dag. Het is vrij rustig, hè, op dit moment. Heel rustig. Ja, de koudste maand van het jaar, februari. Ja, helaas geen ijs. Ja, en hoe reageert het bestuur daar? Wat vinden de leden daarvan? Ja, in zoverre ze iets... Het is gewoon jammer, ik bedoel. Ja, en vooral voor de jeugd die nu jong zijn, ja, we hebben dan wel de schillers, ja. Maar ik bedoel, de schaarste leerden ze dan niet. Ja, dat is het nadeel. En als ze dan bijvoorbeeld 7, 8 jaar zijn, ja. dan willen ze eigenlijk niet meer, ja, want... achter de stoet gaan. Oké, hoeveel leden hebben jullie? Ongeveer 600. 600 leden. Dus het is mooi ingericht, zie ik. Hoe lang bestaan jullie trouwens? Wij bestaan meer dan 50 jaar. Ja. Zachte winter, klimaatverandering, dat geeft waarschijnlijk invloed. Dat heeft niet waarschijnlijk, dat geeft invloed op de winters, hè, die we nu meemaken. Ja, hoe kijken jullie naar de toekomst aan? Zijn er alternatieven voor zoiets zoals dit hier? Nou, wij zijn wel al wat bedenken, maar het is heel moeilijk, hè? Ja. Ja, en als je bijvoorbeeld een schelderbaan of iets ergens anders te bouwen, ja, kost het ontzettend veel geld. Ja. Want hoe lang is het eigenlijk al geleden dat jullie hier een ijs hadden om op te schaatsen? Hoe lang is dat geleden? Anderhalf jaar. Anderhalf jaar? Ja, toen hebben we in februari nog 2 dagen los geweest. Ja, oké. Okay. Ja. Hebben jullie nog contact met andere verenigingen in Hardenberg? Nu en dan, maar heel weinig. Ja, die zitten uiteraard... Was een overlegorgaan, maar die is ook al inmiddels al afgelopen. Die zitten natuurlijk ook met hetzelfde probleem. Ze zitten allemaal met hetzelfde probleem. Ja, ja, ja. Het ziet er niet naar uit dat er... Verwacht u nog ijs deze winter? Nou, ik ben bang van niet. Oké. Okay. Nou, bedankt voor het interview. Ja, dank je. Ja, we zijn nu even in de... Ja, hoe zeg je dat? De kantine van van de ijsvereniging. Alles ligt er verlaten bij. Ja, wachtend op betere tijden. Hopelijk komen die nog. De verwachting is niet dat deze winter nog geschaatst kan worden. Dat zal hopelijk voor de liefhebbers volgende winter eventueel het geval kunnen zijn.